erger me dood bijna aan de wetjes en de regeltjes en het leegmelken van de auto als melkkoe van de wetstraat. Ziet u rechts van u, ziet u een aantal paletjes liggen? Ja. Ik heb een aantal uitspraken van politici. Ja. En u moet raden van wie dat die uitspraken zijn. Amai, amai. Geen Vlaamse regering zonder oplossing mobiliteitsprobleem. Oh, dat kunnen er maar twee zijn uit die hoop. Hè. Ofwel is dat de Wever of onze mevrouw Krevets. Dus we gaan de Wever nemen, kom. Ja. De overheid heeft er alles aan gedaan om filevorming te hebben. Ook op de secundaire wegen. Wegen dichtgeschilderd van tweevaksbanen naar eenvaksbanen. Paaltjes geplaatst in het midden, bloembakken geplaatst in het midden. Men heeft er alles aan gedaan om files te veroorzaken. En dan achteraf zeggen ze, we staan met z'n allen stil. We staan met z'n allen in de file en we zijn wereldkampioen file rijden. Terwijl dat ze zelf de oorzaak ervan zijn. Het is niet de bedoeling dat de kilometerheffing geld opbrengt, maar dat de mobiliteit erop vooruit gaat. En daarvoor is de kilometerheffing de beste oplossing. Ik denk dat je moet chief zijn. Om dat te kunnen zeggen, denk ik. Ik denk dat het een serieuze tjevenstreek is. Ik denk dat dat wel dan... Ja, dat zal dan terug hier van onze vriendin Krevet zijn. Het principe is altijd heel mooi. De verbruiker betaalt. Maar de verbruiker betaalt nu al. Meer dan de geld van de prijs van de benzine zijn taksen. Dus wij doen nu aan rekening rijden. En het is gewoon een nieuwe vorm gaan ontdekken om terug taksen en lasten te geven. Een soort zondebelasting op het gebruik van de wagen. Belasting op bedrijfswagens en pestbelasting. Dat is uit de liberale hoek. Ik heb ook gezegd dat er pestbelastingen zijn. Maar ik vermoed dat het meneer Reinders zal zijn. Wij hebben mensen die een auto nodig hebben om te werken. Ja. Ik vind dat een schande dat ze dit gaan belasten. Anderzijds hebben die bedrijfswagen dat een verkapt loon is. Waarom is heeft die cultuur er gekomen van bedrijfswagens voor deze mensen? Omdat ja. Ze zo duur belasten, hè, zelf de lasten op arbeid zo hoog zijn, dat ze straks zijn solden moeten aanbieden. En wat doet men dan ter compensatie? Dan gaat men een bedrijfswagen geven, dan ga je gsm geven, dan ga je computer ter beschikking stellen. In het begin staat de fiscus daarachter en als iedereen dat dan heeft, dan gaan ze dat belasten. Dat is niet alleen een ik vind dat zelfs diefstal op arbeid. Dat is diefstal op arbeid, de bedrijfswagen zo belasten. We zijn er bijna, hier. Achter de hoek en we zijn er. Ah, er staat hier een elektrische een om te duwen. Voilà. Meneer Dekker, bedankt dat u met ons meereed. En succes met de verkiezingen.